De spelers van het eerste van TSC zijn dinsdag 10 juni in de Prinshof in Buren in het zonnetje gezet door middel van een feestavond. De club wilde op deze wijze haar waardering uitspreken voor de prestaties van het eerste elftal, dat onlangs promoveerde naar de hoofdklasse. We wilden binnen 5 jaar naar de hoofdklasse gaan. Nou, dat is in 4 jaar gelukt. Dus we gaan nu kijken welke doelen we nu weer voor ogen hebben om misschien weer binnen 5 jaar misschien de topklasse te halen. Ja, en wie weet zit er meer in het vat. Op de avond werden de spelers gehuldigd en werd ook hoofdsponsor van Dijkhuizen bedankt door voorzitter Joop Velema. Henny, bedankt. Namens het bestuur van de gemeente Tiel waren de wethouders Dries en Melissen aanwezig die uitsluitend lovende woorden hadden voor de club. Ik heb voor alle spelers, technische staf en wat allemaal bij hoort, een droge doekje, oftewel handdoek voor de inspanningen die er nog geleverd gaan worden. Ik zie al een beetje zweten, misschien heb je hem vanavond al nodig. Ja, dat heb ik zeker. Maar ik wil hem in ieder geval namens het college symbolisch nu aan jou overhandigen. Je krijgt er een doos bij voor alle spelers. Dan moet jij maar even organiseren dat iedereen die erbij betrokken is het krijgt. Het is een flipje handdoek. Dus het is een collectors item en hij is uniek vanuit Tiel. Hij is nergens anders te kopen. Het is natuurlijk geweldig dat TSC naar de hoofdklasse gaat. Ze hebben er hard voor geknokt. Spannende wedstrijd was het. Ik heb het gezien. Het was super spannend tot de laatste minuut. En ze zijn blij. Blij en blij. En terecht. En Tiel, het college van BMW, is ook heel trots dat we een ploeg hebben in de hoofdklasse. En we hopen dat ze het ook volgend jaar goed gaan doen. De spelers van het eerste elftal genoten zichtbaar van de feestavond.